Experimentje, ik probeer het gewoon. Kijk, hier hebben we een wokpan, hallo, met de Hollandse groente. Dat komt uit een diepvriespak van de Aldi. Dat moet in een wokpan en dat moet ontdooien. Dus ik zet dat nou te ontdooien. En daarna, zijn we er nog, ja? Daarna doe ik daarbij, hier, kijk. Als je het kunt zien, braadworstjes van de Aldi ook weer. Die zetten we in deze verpakking, runderbraadworstjes. En dat ligt niet in de koeling, dat ligt niet in het vriesvak, dat ligt gewoon open en bloot op kamertemperatuur. Heel langdurig houdbaar te wezen. Mooi. Dus dat gaat dadelijk bij die Hollandse, ja, bij die Hollandse groenten. Maar wat ik er dan ook bij doe, is hier twee potjes witte bonen in tomatensaus. Doe ik erbij. En dan, als het goed is, heb ik dan voor 2 dagen te eten en het kost niks. Want het is van Aldi. Experiment, weet je wel? Ik ga even door. En het gaat dus allemaal in één pan. Dus ik zal even die camera verplaatsen, dat we het allemaal goed kunnen volgen. Even kijken hoe ver we komen. Die weet ik niet. Kijk. Nou, dat is ondertussen toch heel aardig om door te brengen. Weet je wat ik doe? Ik doe gewoon die worst erbij. Kijk. Even een vork pakken. Nee, ik pak geen vork, ik pak een houten spatel. Je mag nooit met een metalen voorwerp in zo'n pan roeren. Dus wat doe ik? Een houten spatel, kijk hier. Zo. Goed. Ik ga het wat te hoog, een beetje lager zetten. Zo. Kijk. Nou, dit laten wij dan even een paar minuten. Pruttelen. En dan doen we daar dadelijk dan die witte bonen bij. Hier zo. En misschien dat het wel smaakt. Kom maar wachten. Tot zo. Hey, kijk eens even. Wat vinden jullie van de kleurtjes? Hoe ziet dit eruit? Qua kleuren, qua gezondheid, dit ziet er toch lekker uit. Nou, duim. Gewoon kant en klaar spul. Hallo, van de Aldi. Ja, je prut het bij elkaar. En zo krijg je zowaar een gezond, verantwoord etensproduct. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat koken eigenlijk heel simpel is. Je pakt een aantal ingrediënten, je vraagt je van tevoren af, past dat een beetje bij elkaar? En als dat een beetje bij elkaar past, dan kun je dat in een pan gooien bij elkaar en dan wordt het best wel lekker. Bijvoorbeeld in dit geval, kijk, wat je hier ziet, dat groene spul, dat is dus een Hollandse groenteschotel. Dat komt uit het diepvriesvak van de Aldi. Maar bijvoorbeeld hadden daar ook een Italiaanse groenteschotel. Dat had ook gekund, dat zijn dan andere groentes en zo. Wat ik daarbij heb gedaan is een een braadworstje. Maar je had bijvoorbeeld een rundvleesworstje, weet ik veel. Maar je had dus ook een varkensworstje kunnen pakken. Of een saucijsje, of weet ik veel wat. Als het maar vlees is, kan ook. Verder heb ik erbij gedaan witte bonen in tomatensaus. Maar je had bijvoorbeeld ook gewoon een blik bruine bonen erbij kunnen doen. Je had er bijvoorbeeld ook, weet ik veel, een potje champignons doorheen kunnen roeren.
Een pak tomaten, hoe heet dat spul? Gepelde tomaten, weet ik veel. Dat soort dingen. Dat kun je allemaal met elkaar combineren. En het is lekker en het is gezond. Om maar even aan te geven hoe makkelijk koken eigenlijk is. Maar dit is dus. Nou. Kijk, dat doet het. Het is dus goed te doen. Ja, die Hollandse groenteschotels, dat is dus ertjes en peultjes. Peultjes zijn een beetje taai. Kijk, die had ik misschien even wat langer moeten wokken. Wat je ook kunt doen, is toast bijvoorbeeld. Ja, je grilt even wat brood. Je doet even wat brood in de broodrooster. Dat je van de kokante broodkruim. Dat is lekker. Wat je er eventueel ook bij had gekund is een pak appelmoes. En waarschijnlijk ook rijst. Gewoon gekookte rijst kan hier ook bij. Een salade. Weet ik veel. Het hoeft niet allemaal groente, aardappelen, vlees te zijn. Je kunt ook zelf wat verzinnen. En kijk wat het zo is. Ook het goedkope spul, weet je wel. Gewoon van de Aldi. Het hoeft niet allemaal luxe, duur. Misschien dat dat lekkerder is, maar het gaat er om de vitaminetjes en de mineraletjes en de vezeltjes en alles wat erin zit. En dat spul zit net zo hard in goedkope normale spullen dan in die dure omgang, weet je wel. Hey, dat wilde ik even zeggen. Ik zou zeggen, experimenteren erop los. Dan doe ik dat ook. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ik geniet nog even.